De Stravinsky-laan vanmorgen in Amsterdam. De advocaten zijn ongerust. Staatssecretaris Teven wil de tarieven voor prodeo-werk van 100 euro per uur verlagen naar 70 euro. Dat betekent dat advocaten hun kosten niet meer kunnen dekken en dat ze mensen zonder geld niet meer kunnen helpen. Het zou echt een schande zijn. Een schande zijn dat mensen die het niet kunnen betalen een ander soort gerechtsbijstand krijgen dan mensen die het wel kunnen betalen. Ik vind het echt shame on Teven, zou ik zeggen. Dat kan gewoon niet. Zo'n 95% van de verdachten hebben een prodeo-advocaat nodig. Het zijn allerlei soorten mensen. Nou, zoals u en ik. Want als u vanavond met de auto uit de bocht vliegt en iets te hard heeft gereden, dan wordt u als verdachte aangemerkt. En dan bent u op zoek naar een advocaat die u kan bijstaan. Maar kunnen die dure advocaten deze bezuiniging niet leiden? Ik heb die glamour niet, ik verdien die glamour niet. Ik kies hier heel bewust voor en het is allemaal flauwekul met die mooie pakken en die rinkelende kettingen en dat goud om de hals. Ik wil daar eens een keer vanaf van die idiote beelden die geschapen worden van strafrechtadvocaten. Ik werk hard, ieder weekend zit ik achter mijn kleine klote pc'tje. Wat een onzin allemaal.